Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En Dino Area is achter de rug. Dus een nieuw gebied is hier bezig. En ja, ondertussen is dit nog weg omdat de main street op dit moment niet toegankelijk is voor bezoekers. Het zal niet al te lang duren, want Jonas wil dan gebouw vervangen, maar hij heeft echt geen afval meer. Oké, we gaan even binnen in het gebied, Jens. Dat gaat er niet meer op worden, ja. Niet in deze versie. Nou, we hebben nog niet gezegd. Het is new time waar we nu aan bezig zijn. Dat was normaal gesproken het laatste gebied, maar omwille van die valtoor, ja, dan moet zo'n beetje in het midden van het park staan. En daarom dacht ik, ik ga dat nu maken. Maar dit is het eerste stuk van New Time. Dit is het uiterlijk van de gebouwen. Nice stijl. Ja, en de eerste attractie ligt hier al. Dat is de valtoren. Het gaat een mooi getimde valtoren zijn. Dat is ook uniek. Dat vind je in technisch bekend niet. Wat hè? Een valtoren die mooi getimd is. Ah ja. Hij gaat hem... Kijk, dit is al... dat is de ingang hier. Hij gaat het noemen de Steam Drop, want New Time, dat was zo'n beetje de tijd waarin wat uitvindingen werden gedaan. Dus de meeste attracties hier gaan in het thema zijn van professors uitvindingen. En in dit geval is de valtoren een stoommachine van de uitvinder Thomas Watt. Was het Thomas? En ja, die wachtrij wordt mooi. Het wordt niet zo'n lange wachtrij, maar hier is... Plek. Ja, Thomas wat? Hier is plots voor een wachtrij. En dan wordt zo'n rommelige kamer, rommelig huis. En dan ga ik hier een stoommachine bouwen. Allemaal rommel. En dan staat er... Ah, dat wordt een wachtrij, ja. Ja, dan staat er een standbeeld van Thomas Watt. En er is een oude radio. En dan gaat hij zo'n beetje de bedoeling van zijn stoommachine bouwen, uitleggen. Door die radio. Zo van, hey mensen, yo people, my name is Thomas Watt. I am the creator of the steam machine. Ah, dat wordt een voorshow of wat? Nee, geen voorshow, maar je gaat dat gewoon horen in de wachtrij. Je kunt dat gewoon direct verwachten. Zo'n beetje, okay. Beetje vergelijkbaar met de blitzbaan in Toverland. Dat heeft ook zoiets. Die heeft ook een heel mooie wachtrij. En dan, dat is zo'n beetje ja, een machine om rap door de Alpen te rijden. En die in de wachtrij wordt dat dan uitgelegd wat het zou moeten voorstellen, die attractie. En dit is een stoommachine, je wordt dan naar boven getakeld. En dan gaat er allemaal stoom af. Dan ga je naar boven en valt er gewoon naar beneden. En dan remt je terug afvallen. Ja, de fences zijn de remmen. En dat wordt helemaal omringd door dat gebouw. Dus heel, dit alles is eigenlijk het gebouw van de drop toren. Ja, dat wordt één mooi geheel, mensen, dus geen zorgen. Ja, het wordt wel grijs het dak, dus vanuit de toren zie ik dat duidelijk, maar dat is overal zo. Ja, inderdaad. Je ziet al die boekenkasten achter het glas, dat hoort bij het laboratorium van Thomas Watt van de attractie. Nou, dat zie ik allemaal uiteindelijk niet meer, dus geen zorgen. Trouwens ook de enigste outdoor attractie van het gebied hier. Want de andere attracties worden een funhouse, de Revolution, Hindenburg, een vliegsimulator, maar dat wordt niet voor nu, dat is voor als het park klaar is. Ah. Dus dat is een attractie die nu niet gebouwd wordt. Ik ga wel de ingang al bouwen, maar verder gaat er niks te zien zijn. Het wordt een nice gebied, broeder. Ja. Hier kun je al lopen, hè. Ja, dit stuk is al toegankelijk voor bezoekers. Dat is ja. Gewoon simpelweg om nog te voet in Duizend en Nacht te komen, want anders is dat zo leuk dat Duizend en Nacht erop gesloten zit. Ja. Verder heeft... Ja, hier zijn de wc's al... Ah ja, die moet nog gefixt worden. En... Ga er ook iets zetten aan je toilet, hè? Ja, wat? Misschien een professor of zo. Ja, dat kunnen we doen. Ja. En dit is de pratende fontein van Walibi Holland, die echt gaat praten. We gaan ook echt wel een rip-programma moeten maken van tevoren, want ja, in het echt is dat gewoon
een persoon die in een kotje zit en die zit gewoon live gesprekken te voeren met de bezoekers en dan sproeit hij water. Dus hij zegt altijd iets anders, maar hier zegt hij altijd hetzelfde. Ze kunnen of een automatisch programma maken, of we kunnen ook ergens een kotje maken hier dat een medewerker het fontein kan besturen, maar ja, dan kan die alleen maar de effecten besturen, dus ik kan niet praten ofzo, dus ik weet niet wat het beste is. Mm-hmm. Ja, hij is niet aanwezig ook, want de bezoekers kunnen hier gewoon komen, dus dan moet er wel duidelijk gemaakt worden dat het geen effect heeft hier. Maar ik kan wel redelijk wat dingen doen. Ik heb alle effecten hieronder al klaargemaakt. En dan vooral als park, als het gebied af is, en de attracties en zo, kunnen we proberen hem aan de praat te krijgen. Ik kan misschien ook zelf iets inspreken voor de sprekende fontein, want als ik iets van YouTube moet pakken, is niet zo simpel. Je hoort ook al die bezoekers door die video heen kruisen, dus dat is ook moddig. Ja. En, ja, goed, goede sfeer, hè. Ja, verder. We gaan even naar de borden. Want, ja... Dat is een kompas. Ja, zie. Dit zijn de dingen die er komen. De vliegsimulator krijgt nog een voorshow. Ja, de Revolution Candygullen, die wordt niet anders dan anders, maar... Het gaat wel en gaat veel beter zijn dan de Evolution. Maar ja, de buitenring wordt gewoon dagbaan met lichteffecten, maar de binnenring wordt wel heel nice. Ja, souvenirwinkel uiteraard, er komt een wafelrestaurant, een terras, maar ja, terras dat is er eigenlijk al. Er komt rond het hele gebied zo'n beetje terras en wat bloementuinen ook, want het is een plein gebied eigenlijk. Dus er kan ook wat planting, er komen fonteinen met een waterbak. Dit is de modernste tuin van het park. Ik vind trouwens nieuwe tuin, vind ik echt een belachelijke naam voor een tuinpark. Ja, nieuwe tuin is beter. Nou, wie noemt dat nu zo? Het is, die tuin is niet meer nieuw, dat is een belachelijke naam. Ja, verder eigenlijk moet er nu ook een nieuw tuinpark komen, broeder. Ja, nu leven we in de eigen tuid, maar als er een nieuw tuinpark, dan noemen we het toch niet nog altijd eigen tuid. Nee, als er moet eigenlijk nu een nieuwe tijdperk komen, de technologische tijd. Snap je? Zoiets moet er komen. Mensen, vote, like voor een technologische tijd. Voor wat moeten ze daar een naam voor verzinnen? Zeg gewoon, noem het gewoon de 21ste eeuwtijd. Ja, punt. Oké, mensen, dit was weer de video van vandaag, anders gaat het lang dadelijk worden. Ja, ik zal het hier noemen. Hindenburg, Dark White, Zeppelin, dat is ook iets wat in die tijd gebeurde, blijkbaar. Ja, dat was zijn idee, ik ken het niet. Ja, dat wordt nice, man. Ja, dat wordt een niet al te grote Dark White, maar het wordt met hangende gondels, zoals de droomvlucht. Ja, het is een grote Zeppelin, daar kunnen we een paar scènes mee maken. En als hem heel traag door de ruimtes gaat, ja. Maar ja, dan was dit een video van nieuwe tijd. No time. De volgende video gaat er wat meer te zien zijn. Dan gaat het hele plein misschien al af zijn, want de rest zijn gewoon de Dark Rides. Dus het gebied zelf is toch wel bekend klaar. Nou, dit was de video. Like en abonneer. En ciao. Later.